Assistentie collega, op je knieën. Hij gaat er alleen vandoor. Zo, dan maar zo. We krijgen een collega vragen om assistentie bij een ongeval. En het is een prio eentje. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPD Warmoor. En vandaag ga ik op pad met de Vito, met de nieuwe striping. Ja, dat zien jullie goed. Nieuwe striping voor de mensen die het nog niet weten. Ja, twee keer zo dik geloof ik. Of 150% keer zo dik. Ik weet niet zeker. In ieder geval, dit is het gemaakte appelplantje. Niet de hele striping, maar deze skin gemaakte appelplantje. Shout out naar appelplantje natuurlijk. En ja, dit wordt dus de nieuwe striping. En kan ik het verschil laten zien? Ja, dat kan ik zeker. Gewoon even een Touran of zo daarnaast zetten. En dan zie je... Nee, ik wil niet wakker worden. Ik ben al wakker. Stomme teamspeak. Lekker. Ik weet niet of de kleuren nou... niet kloppen van appelplantje. Of dat de kleuren ook echt gewoon rood en blauw worden. Ik geloof dat het gewoon letterlijk rood en blauw wordt. Zo, daar ben ik weer. Even teamspeak uitgezet. Wel zo netjes, anders horen jullie dat steeds en denken jullie misschien dat jullie eigen teamspeak afgaat. Maar dus, ja, zien jullie het verschil? Ik wel. En hoe ontstond dat nou? Nou, ergens in maart kwam een bericht van een of andere jeugdagent Niels ofzo. Dat is de eerste keer dat ik ermee in aanmerking kwam. En die zet erop, ja, vanaf april, nieuwe striping, dit is het, met foto's ervan ook. Dus iedereen denkt, ja, 1 april grap, heel grappig. Nergens ook iets van terug te vinden, niet op politie.nl, niet op het nieuws. Dus ik dacht van laat het maar lekker. En ik denk dat iedereen dacht laat het maar lekker. En opeens echt vet random op 16 april, geloof ik, komt zo'n bericht vanuit de officiële politie en op de NOS en op RTL. Dat die striping dus echt nieuw is en tot die echt gaat komen. Dus vanuit mij de vraag, waarom mag die Niels, ik weet niet eens wie het is, mag hij... dat officiële bericht uitbrengen of zo, want voor de rest echt niemand heb ik het zien plaatsen. Echt in de comments zag je ook alleen maar grappig 1 april, haha, leuk. Dus ik weet niet waarom hij het heeft geplaatst, maar goed, het blijkt dus wel zo te zijn. Voertuigcontrole hadden jullie net al gezien. Ja. Goed, laten we de straat op gaan. Ik weet niet waarom er nog geen meldingen zijn gekomen, want ik ben geloof ik gewoon ingemeld. Ja zeker, zijn we gewoon ingemeld. Maar lekker rijden, mooi weertje. Ja, en weet je, iedereen zit zo te schreeuwen van ja, lelijk dit, dat, oh waarom doen ze dit, geef mij de oude striping. Maar weet je, eigenlijk moeten we met z'n allen niet zeuren. Want het gaat om de veiligheid van de agenten en hulpverleners. Als dit betekent dat ze beter zichtbaar zijn 's nachts, wie ben jij dan om te zeggen dat het niet mag en dat het niet moet en dat de oude striping terug moet komen. Dus ik vind het, ik moet eraan wennen. Maar weet je, dit ziet er nog niet zo slecht uit. Op de ambulance ziet het er ook wel vet uit. Brandweerauto's hebben nog geen officiële foto van gezien. Op een TS dan, of een autoladder. Dus ik denk dat die ook wel meevalt. Maar vooral zo'n B-klasse, dat gaat misschien raar uitzien. Ik zeg niet lelijk, raar. Dus dat wordt wennen. Maar ja, weet je, daar moeten we maar mee doen. En nogmaals, hè, als het gaat om de veiligheid van de hulpverleners, dat ze het daarom hebben gepakt. Ja, boeiend. Laat ze maar lekker pakken dan. Wat staat daar? Waarom staat hij daar? Dankjewel. We gaan eens kijken. Hier staat... Oh. Nee, vriend, ik... Waarom rijden we tegen mijn auto aan? Hier staat een auto op de stoep. Autoalarm gaat af. Lijkt geen braakschade. Is dat een woord? Ik geloof het wel, hè. We gaan eens kenteken naar trekken. Hij is van Joffrey. De eigenaar mag niet verder rijden. In ieder geval mag niet rijden, want hij heeft een... ingevorderd rijbewijs. En het kan zomaar zijn dat hij hem daarom hier heeft neergezet. Zo van, ik mag op... Want als een agent jou
rijbewijs invordert, dan mag je vanaf dat moment geen meter meer verder rijden. Maar normaal wordt je auto dan wel netjes ergens geparkeerd. Hij kan hier niet blijven staan, dus ik ga hem afslepen. Het wordt super druk hier, joh. Moet je kijken dan. Kijk die file tot helemaal daarachter, joh. En ja, wat doe jij nou weer? Sta je nou met drie wielen op de... Nou. Takelwagen die komt hier uiteindelijk wel tussendoor. Wij krijgen een melding. Mogelijke inbraak. Of een... Mogelijke woningoverval is het. En dan staan we hier een beetje vast. Possible robbery hoorde ik met mijn beste Engels. Weet dat eigenlijk steenkolen Engels of zoiets? Dat je gewoon echt niet... Of ja, weet je, ik kan het wel Engels, maar de uitspraak kan wat beter. Maar mensen op vakantie of zo verstaan ze me. Dus daar gaat het toch om. En jullie verstaan me ook. Moet ik mijn zware vest aantrekken? Wel handig misschien, hè? Ik heb een nieuw ding. Jee. Was ik alweer vergeten tot ik er nu... Stop! Je gaat niet weer, ook al ben je misschien niet dezelfde, je gaat niet weer tegen mijn auto aanrijden. Ik ook alweer in het kort. Yes, zware vest aangetrokken. En dan doe ik nu gewoon... Poef! En is hij dicht. En dat kan toch al? Ja, maar ik kan nu ook met... Zie je? Dit kan ik nu ook. Oh, 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 nu gaat het helemaal fout. Dat is wel leuk, vooral met een ambu of zo. Kun je lekker je deuren achter openzetten. Maar we dwalen een beetje af van waar we naartoe zijn aan het gaan, naar een woningoverval. Denk ik. Possible. Weet je, home invasion is geloof ik gewoon... Ja, oké, okay, het kan wel. Er zijn gewoon mensen in die woning. Maar ik zei het of ik hier naar rechts ga of rechtdoor ging, maar goed, we gaan hier even op. Het gaat er nu gewoon om tot dat mensen dus die woning binnen zijn gedrongen. En die plegen dus blijkbaar ook nog een overval. Er zijn hopelijk al collega's bij. Ja, er is al een collega bij. Ook met zijn nieuwe striping. Hij is er even blij mee als ik. Hoi. Oh, sorry. Hoi, stel. Hallo. Hallo. Wat is in dit huis aan de hand? Er zijn vier mensen in het huis, mogelijk gewapend. Dankjewel voor de informatie. Oké. Dat is gehoord. Ze vertrekken al geloof ik. Ik ga wel even bij deze... Bij deze poort staan. Shit, ze gaan geloof ik allemaal om mijn collega af. Ah nee, ze geven zich over. Denk ik. We gaan wel even met wapens naar binnen. Politie, laat je handen zien. Op je knieën zitten. 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 Wat ga je doen? Ik schiet door. Hey. Assistentie collega. Op je knieën. Op je knieën allemaal. Alle drie op je knieën. Zitten. Jullie ook. Staan blijven. Kom op. Jij ook. Staan blijven. Zitten allemaal. Kom op. Geen rare dingen doen. Ik kom zo bij je. Jij ook. Je bent aangehouden. Ik heb maar een paar handboeien. Oh, ze zijn allemaal weg. En nu hang ik vast. Of ja, niet vast. Ik kan gewoon niks meer. Misschien komt het zo weer terug. In ieder geval, vier aanhoudingen. Want daar zit er een, hier lagen er twee en daar is al eentje aangehouden. En er waren ook maar vier mensen binnen. Dus dat is helemaal mooi. Maar waarom ik niet meer kan bewegen, Johnny mag het weten. En wie is Johnny? Geen idee. Meestal zeggen ze Joost mag het weten, maar ik maak er gewoon Johnny van. Dan doen we gewoon even zo. Beetje inzoomen. En dan doen we zo. En dan, oh, dat gaat niet, want ik ben te dichtbij. Dan doen we zo. En dan doen we... Oh, dan crasht hij ook nog. Maar misschien kan hij nu wel lopen. Nee. Dan doen we hem zo. Teleporteren. Kijk, nu kan ik wel lopen. Oké. Okay. Ja. Goed. Verder niks meer aan doen. Zo laten. Helemaal top.
We kunnen ook niks meer doen. We kunnen de mensen die zijn aangehouden niet meer aanhouden. Kijk, hier loopt hij gewoon met zijn handboeien verder. Laat ze maar lekker. Wij gaan door. Had ik verder nog bijzonderheden om te melden? Nee. Officers report a wanted felon on the loose. Suspect last seen in Richmond. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Ja, sorry, iets te scherp ingestuurd. Demon, die auto ken ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ik niet weer een zoektocht van weet ik veel hoeveel uur, 17 minuten was, het gaat doen. Dus ik ga meteen achter die auto aan. En ik ga waarschijnlijk weer te langs rijden, want blijkbaar voor de mensen die niet door hadden in die video met de Audi, reed ik gewoon er langs. Ik reed gewoon letterlijk langs de auto. Of de auto reed langs mij, want ik stond stil. Ik zat naar die Zulu te zoeken. En in mijn linker ooghoek kwam blijkbaar die Zentorno, toen was het een Zentorno, even voorbij gereden. Maar nu ben ik weer die Zulu aan het zoeken, want die vloog je net. En ik hoop dat die auto rechtdoor is gegaan. Zou het deze Merrie taxi zijn? Nee, dan hadden we wel taxi. We gaan weer 17 minuten bezig zijn. Hij moet hier aan rijden. Zou het die motor zijn? Klinkt wel als een motor namelijk. Hier vliegt de Zulu, ik zie hem. Ja, dit is hem. Hij gaat er alleen vandoor. Oh, zij achtervolging. Negeren stopteken. Gezocht persoon. Zulu vliegt mee en de verdachte rijdt op een motor zonder helm. 100 km in het uur, waar 50 of zo, wat is 35 miles per hour, is toegestaan. Dus flinke overschrijding van de brancherichtlijnen. Maar goed, ik probeer zo meteen even bij de knop te komen voor assistentie te vragen. Ik ben nu even bochtenwerk aan het doen. Ik hoor al een Audi. Maar die heeft een andere achtervolging. Waar is je motor nou? Adam. ...130 in het uur. Waar je niet 130 moet rijden. Zulu vliegt er nog steeds boven. Opletten in deze bocht. Want dan moet je eigenlijk niet tegen het verkeer gaan inrijden. Want je ziet er niks. B. Die knop. En deze knop. Want we hoeven geen Audi. Daar komt een Audi. Nee, een B-klasse. Nee, nee, wat doe je? Nee. Kom op, rijd. Ik ben leidend. Dat hebben we mezelf besloten, want ik was al leidend. Oeh, daar knalde de B-klasse bijna frontaal, of frontaal is van voor. Maar bijna kopstaartje met de B-klasse. Rijna, ik word daar zo gek van. Ik snap niet tot, tot als je zelf met zwaarlichte sirene aanrijdt, tot je collega's voor je afremmen. Oh, wat was dat? Daar gebeurde iets. Ik weet niet of een band kapot ging. Dat kan niet. Maar hij deed heel raar. Hij deed gewoon opeens... ja, vol naar links sturen. Het lijkt me niet dat die motor tegen me aanreed tot mijn hele auto naar links wordt geduwd. Want een motor die een Vito wegduwt, lijkt me niet. Ik wil hem natuurlijk ook niet vol van zijn motor rammen, want dan is het weer onrealistisch. Oeh, hier is het heel druk en veel takelwagens alweer. Maar hier zit die klem, hier zit die klem. Zo, dan maar zo. Wow, vuurwapen, vuurwapen, vuurwapen. Oh shit.
Ja, goed dat hij een vuurwapen trekt, want daar wil ik wel even iets over zeggen. Bij de Audi video die jullie een paar dagen terug of een week terug of zo hebben gezien, daar had ik dus 17 minuten lang een zoektocht naar die gast. Vervolgens stapt hij uit, trekt hij een vuurwapen, ook hij schiet op mij, vervolgens schiet ik terug en kreeg ik een paar comments van waarom schiet je hem dood, dat is de zonde van de video. Ja, maar ligt dat nou aan mij? Tot als iemand op mij begint te schieten, tot ik terugschiet en hem dus uitschakel omdat hij bleef schieten? Of zeggen jullie van de volgende keer moet je niet schieten en dan word je maar doodgeschoten? Want ja, ik kreeg dus die comment en ik zeg van, ja maar luister, hij schoot toch op mij? Dus betekent dat ook de volgende keer, als iemand op mij schiet, ik niet terug moet schieten, ik 17 minuten lang een achtervolging moet doen en vervolgens, of een zoektocht moet doen en vervolgens word doodgeschoten, is dat dan leuker dan dat ik hem doodschiet omdat hij op mij schoot? En toen kreeg ik ook nog een reactie tot ik niet tegen commentaar kan. Dat kan. In principe, als ik zo'n reactie krijg, dan misschien niet. En als ik dingen krijg van, je doet dit fout, want het is zo. En als het vervolgens niet klopt, ja, dan kan ik het ook niet tegen. Maar goed. Dus, ja, het lijkt mij meer dan logisch dat als iemand mij aanvalt, en dan niet zozeer met zijn handen tot ik dan een heel magazijn leeg, maar eerder tot iemand op mij schiet, tot ik terugschiet. Ik ga nu een ambulance oproepen, want hij heeft ook nog recht van leven. Een soort van, hij verliest wel veel bloed. Maar ik geloof dat ik niet echt zozeer op gevaarlijke plekken heb geschoten, meer in zijn armen. Waarschijnlijk ook wel eentje ergens, want ik heb vaker geschoten dan één keer, dan twee keer. Maar goed, die ambu is onderweg. Hij komt helemaal uit Limburg-Noord. Die motor wordt afgesleept. Met de sirene die ook op de Audi zit. Maar gelukkig heeft die ambu ook die sirene, dus dat komt helemaal goed uit dan. Jammer dat de breekkasten hem ook heeft, dat moet ik even aanpassen. Dat heb ik alleen niet gedaan. Hoi. Ja, zeg dat. Dankjewel. Even kijken. Ja, verdachte overleden, dacht ik ook wel hoor. Lijkschouwer is er inmiddels, of begrafenisondernemer. Ik geloof dat dit een begrafenisondernemer is. En tot de lijkschouwer dan ergens gaat kijken van hoe is hij dood gegaan, bla bla bla. Dat doen hun ook wel. Want kijk, nu staat er, hij is overleden door een vuurwapen, kon ik je ook wel vertellen. Maar dus, dat verschil, dat ik zeg altijd maar wat. Het is geloof ik gewoon, hier staat ook begrafenisondernemer. Hij gaat mee en wij gaan door. Je went er wel aan deze kleuren, weet je. Ik vind het niet eens raar. Zeker met deze Vito niet. Ik vind hem wel vet eigenlijk. Toch? Ja. Nogmaals, ik snap het hele probleem niet echt. Het enige wat ik dacht van, oh, het is dus toch geen 1 april grap. En nu ik de eerste almoes ermee heb gezien, denk ik toch wel van, nice. En waar vraagt je collega om een assistentie? Rijdt alsjeblieft prio 1. Oké, onderweg. Ik krijg graag de route van u toegestuurd OC. We krijgen een collega vragen om assistentie bij een ongeval. En het is een prio 1'tje. Ik krijg dus wat melding op mijn telefoon, dat is allemaal P2000 voor hier in de omgeving. En ik zie heel veel bodemverontreiniging en dan met gedumpte gevaarlijke stoffen en overal in de regio. Dus er is geloof ik een busje geweest en even op verschillende plekken wat drugsafval zitten droppen. Dat is natuurlijk niet mooi. Hier altijd een gedoe met invoegen en vervolgens staat hier stil en hier komen ze met volle snelheid aangereden.
ter plaatse. Met wie zal ik eerst praten? Goeiedag. Hey, het is een tijdje dat hier een ongeluk is gebeurd. Wat is aan de hand? Dat klopt inderdaad, het is echt een tijd dat ik hier een melding heb gehad. Hey, ja, dat klopt. Geen probleem hier in de afgelopen tijd geweest. Heb je al contact gehad met de betrokkenen? Nee, jij bent hoger in rang. Dus neem jij het alsjeblieft op je. Ja, zo werkt dat niet, mevrouwtje. Maar goed, ik zal het doen. Anders heb ik ook niks te doen, hè. Ja, dat zegt je. Altijd hetzelfde, dat zegt Wim nu. Altijd hetzelfde excuus. Jullie excuus wordt een beetje oud, maar oké, ik zal het doen. Dankjewel, ik zal het verkeer op afstand houden. Vrouw, je staat niet eens bij het verkeer. Maar goed. We gaan praten met deze monsieur. Hallo. Mijn naam is Wim van de LSPD. Gaat alles goed met jou? Ja, een paar blauwe plekken, maar mijn dochter is gewond. De ambulance brengt haar nu naar het ziekenhuis, dat is die ambulance die achter net wegrijdt. Dat is heel vervelend om te horen. Is het mogelijk voor jou om een paar vragen te antwoorden over dit ongeluk? Nou, ik hoop dat ik iets herinner. Het is allemaal een beetje een vage herinnering voor me. Ik zal het proberen. Hoe is het gebeurd? Was er nog een voertuig betrokken bij dit ongeval? Zo te zien deze sowieso. Ja, een andere auto kwam naar mijn weghelft. Ik moest hard remmen, maar dat was niet genoeg. Het was een sap, nog wat. Denk even na over je antwoord. Nou, sorry, ik kan je niet helemaal zeggen of mijn antwoord correct is. Misschien moet je de andere even vragen. Misschien weten zij iets meer. Oké, bedankt in ieder geval. Wie is de andere? Deze mevrouw. Goeiedag schotel. Ik ben Wim, politie. Kan ik even spreken voor een seconde? Ja hoor, ga de gang maar. Oké, dat is fijn. De auto die daar op de kop ligt. Die bestuurder zegt dat het ongeluk was veroorzaakt door een derde auto. Klopt dat? Ja, zoals je kan zien. Ik probeerde te stoppen, maar dat is me ook niet gelukt. Kun je een nummerplaat herinneren of een auto typen of zo? Wie zit hier nou met schreeuwen te... Nee, sorry. Mijn ogen waren echt gefocust op de auto voor me. Ik kan er niks anders van maken. Nou, snap ik op zich wel. En dan gaan we daar praten met een persoon die zo te zien is gestopt. En alles heeft zien gebeuren. Want dit is mijn reddende engel natuurlijk. Goeiedag. Hoi, ik ben Wim. Ben nu degene die 1-2 heeft gebeld? Ja, ik heb de politie gebeld. Ik was een beetje op afstand van de andere auto's toen ik het ongeluk zag gebeuren. Wim zegt, er was waarschijnlijk een derde auto bij betrokken. Heb je een nummerplaat gezien ofzo? Ja, van de Saprecht. Hij zegt ja, maar het was geen Saprecht. Oké, dus dan zegt Wim, oké, de andere zijn dus verkeerd. Wat was wel van voertuig? Dat was een FMJ met nummerplaat 40, Papa Bernhard Lima 896. Die gaan we even natrekken door het systeem. Meneer, bedankt in ieder geval. En als u, mijn collega niks verder heeft, dan mag u in principe vertrekken. Oké, doei. Doei. We hebben een adres en daar gaan we dan maar even heen. Om die auto eens, of om die bestuurder eens even aan de tand te voelen. Hoi, ik moet hier even zo meteen tussendoor. Zorg je dat ik dit gaat nooit lukken. Goed, ik zie jullie zo meteen op locatie. Waarom? Omdat we daar natuurlijk niet met spoed heen gaan. Hier pak ik snel mijn ruimte. Maar het is wel een flink end rijden. En dat gaan we gewoon heel netjes doen. Wat was dat? We moeten hier alleen de snelweg af. En dan gaan we dadelijk draaien, dan de snelweg weer op. En dan gaan we daar even volle snelheid maken langs het ongeval.
En dan gaan we hopelijk snel bij die persoon uitkomen. Zo, kijk die smart erachter, joh. Even rechts inhalen alles. Ik zit ook een beetje te bumper kleven hier. Vrachtwagen heeft geen kenteken. Ah, wel. Nee. Toch? Nee. Staan een bekeuring op, meneertje. Want voor hoeft het niet, maar achter wel. Oh, we gaan zo. Nee, ik ga zo. Dat is sneller, denk ik. Vrijstelling, jongen. Goed, ik zie jullie zo meteen. Zo, daar zijn we dan. Maar de auto is er niet. Voertuig is dus niet thuis. Of de eigenaar is dus niet thuis. En het voertuig staat hier niet. Dat kan wel eens. Wat doen we dan? We zetten gewoon een arrestatiebevel voor dat kenteken en voor die eigenaar van het voertuig erin. En als collega's hem dan aantreffen een andere keer, dan kan die worden aangehouden. Zoals wij toen straks een wanted felon in een vehicle hadden, gaan collega's die dus ook aantreffen uiteindelijk. Maar dat betekent dat het niet altijd mee zit en dat betekent ook dat de video voor vandaag klaar is. Niet omdat het niet mee zat, maar gewoon omdat het lang genoeg is geweest voor vandaag. Ik zou zeggen, ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Zoals de tijd, wat het gaat zijn, weet ik nog niet. Wat ik wel zo meteen ga opnemen, maar dat is voor een ander keertje, niet voor over een aantal dagen, wat later, is first person in LSPD of our politie first person. Want dat is alweer een tijdje terug. En zo nu en dan doe ik dat wel eens en ik had er nu alweer een zin in. Dus ik zou zeggen, doe een blauw duimpje omhoog en tot de volgende keer. Doei!